Ham! Hallo, dames en welkom bij een nieuwe aflevering van Borderlands 2. Ik ben Steven, en wij zijn Ruud en Simon. En Simon filmt de komende paar afleveringen. Oh yeah. En ik hoop dat ik echt serieus volgende week zelf kan filmen. Ja, nu kun je het in de ogen van de Flapping Ninja zien. Ja. Maar goed, dus als Ruud er klaar voor is, en Simon zijn skill lekker verneukt. Hé, hey, ja, de cooldown is kort genoeg, hè. Dus... dan gaan we verder. Ja, ik heb nu ook ergens een shotgun opgepakt en die dingen zuigen officieel. Echt nee, waar. Ik hou van shotguns. Nee, ze zuigen echt. Echt niet. Of mijn shotgun zuigt gewoon, dat kan ook, hè? Yep. Maar over het algemeen zijn ze niet echt geweldig. Oh, kijk, hier staat ook een automaat. Ja, dus inderdaad. Ga je even bij de automaat kijken en dan ga ik Ruud redden. Nou, daar zit niks interessant in. Hey, waarom vermoorden jullie die? Dat was echt lelijk. Oh jee. Nu aan het redden ben, man. Ruud gelijk Flipping terugtrekken. Ninja Ruud gelijk terugtrekken. Ja. Okay, ik kom er ja, moet je het wel doen. Shit, die gasten zijn badass. Ik ben ook badass. Ja, dat staat niet in je naam en dat is het verschil. Nee, maar als mensen mij zien, denken ze gelijk van, oh, die gast, die moet wel badass zijn. Dan zeg ik van, ja, sowieso. Ik ben de meest badass persoon die een... vraag maar naar Ruud, want Ruud, ik ben de meest badass persoon die een vriend zich kan wensen, of niet? Als het wat is dat badass is, dan ben jij het wel. Daarom. Nou, het is een gun die niet echt geweldig is. Mijn collega's zeggen ook altijd, Steven, wat ben je fucking badass? Zeg ik van, ja, tuurlijk ben ik badass, doe normaal. Mm-hmm. Mijn cliënten zeggen dat ook altijd tegen mij. Jij, je had hamsters van je cliënten, dus ze er niet voor kunnen zorgen. Oké, fair enough. Oh, als je naar beneden valt, dat is niet mooi. Ben je naar beneden gevallen? Nee, ik ben niet naar beneden gevallen, maar als het gebeurt, ben je best wel genaakt. Oké, Ruud, ben je er klaar voor? I'm ready. Eindelijk. Kom op. Oké. We kunnen dit sniperend doen. Nee. Waarom zou je dit sniper doen? Ik heb een shotgun en ik heb een mesje. Omdat ik wel om mijn leven geef. Ja, ik heb skills die meer levens geven. Ook al heb ik niet heel veel levens en liggen hier wapens. Simon, jij moet niet al die shit vinden. Jij pakt altijd gelijk alles, zeg maar. Niet gelijk alles. Heb je dat voor mij laten liggen? Oh, dat is best goed. Simon, wacht, waar ben je? Ik ben hier, achter je. Kijk, hier. Hallo. Oh shit, ik moet niet te hoog springen. Hoe kom ik daar boven? Ja, ik liep over dat bruggetje heen en toen... Ik ben er. Oké, mooi. Oké, wapens. Moet ik moet eens kijken. Oké. Okay. Oh, ik heb echt veel kleine gepakt. Oh, deze is sterker. En deze is zwakker. Ruud, wil je een pistool? Oh shit, dit ding is echt... Ik heb een pistool. Maar er liggen er nog twee, hè? Ja. Ja, anders pak je ze maar gewoon. Ik bedoel, of kun je ze gewoon verkopen. Lekker. Holy shit. Wie is dit dan? Shotgun midget. Yep. Die is ook wel in één, hoor. Echt waar? Die heb je in één, inderdaad. Heel veel vijanden komen gewoon uit deel 1. Ja, of ze zijn wat veredeld. Ja. Bam. Oh shit. Ik las vandaag iets leuks op Twitter. Als iemand het heeft over gangster shit, heeft het eigenlijk over ontlasting van een crimineel. Wat? Gangster shit betekent letterlijk ontlasting van een crimineel. Maar, ik mag toch hopen dat ze het daar dan niet over hebben. Ja, maar technisch gezien wel. Hé hey jongens, waar zijn jullie? Oh, jullie zijn er nog wel. Ja, ik probeer wat loot te verzinnen. Of te vinden. Ja, wij vermoorden iedereen. Jij gaat voor de loot, hoor. Tuurlijk. Ja, nee. Ik ondertussen kill ik ook gasten. Simon, je bent nu... typisch Simon, hè. Je weet dat je nu geen vrienden aan het maken bent. Ja, Simon, jij bent nu degene die filmt. Jij moet niet voor de loot gaan. Jij moet voor de spanning gaan. Ja, maar... Borderlands is loot. Nee, Borderlands... Het is gewoon awesome loot vinden en dan... Simon, Simon, je moet nu niet egoïstisch gaan doen. Oh. En ik weet niet hoe ik bij jullie kom. Ik probeer Ruud even te... Oh, wacht, hij leeft er weer. Oh, hier, achterlangs. Bam. Ben ik goed in achterlangs. Oh shit, daar ging ik. Ja, tuurlijk. Steven moet jullie weer redden, hè? Here I come to save the day. Of ik kan mezelf redden met een beetje geluk. Nee joh, dat kan je niet. Dit ding is zo krom. Oh, wacht. Nee, ik heb mezelf toch weten redden. De laatste seconde. Moet even... In mijn rug, fuck jou. Hier, facewalk. Laat maar, dat wordt hem misschien niet. Ik dacht, dat ga ik doen, dan ben ik cool, maar nee.
Nee, Stefan, zo werkt het niet. Nee, wat ligt daar in de verte? Waar? Het is een kistje. Oh, hij heeft weer loot gevonden. Hij heeft weer loot gevonden. Volg op. Loot, Stefan, loot. Ja, ik ga gewoon aan. Er zit schilder in. Hij weet waar alle shit ligt. Ja, joh. Die echt, Simon is echt een naaibal, jongen. Ik pak er eentje. Jullie mogen de rest hebben. In real life, dan is hij zo'n doetje, hoor. Maar nu? Ja, dat denk ik ook. Dat hij in real life echt zo'n gay is, weet je wel. Hey. Nee, dit zou ik ook niet van mezelf zeggen. Ja, Simon, we hebben je wel door. Nee. In games heb je grote back, maar in real life, hè? Ja. Nou, Simon, jij neemt nu op. Jij moet op de tijd letten, hè? Oh. Ja, dat was je bijna vergeten, vriend. Nee, ik ben het gewoon helemaal vergeten. Piss off. Hoe lang zijn we al bezig? Wacht, jullie kunnen toch ook de tijd bouwen? Ik heb helemaal geen klokjes of wat dan ook. Dus... Ik heb... Ruud, kijk eens achter. Daar hangt een grote klok. Die het lelijke. Het is 10 voor 8. Het is 10 voor 8 nu. Oké. Kun jij dan bijhouden wanneer we de park moeten eindigen? Ja, is goed. Okay. Dat is ook wel een taak voor Ruud, ja. Ik fix die shit. Oké, is goed dan. Badass! Ik voel me net een reporter, ik moet inzoomen op alle actie. Kijk maar even die shit, even. Ik pak hem zo. Oh ja, ik zag het balletje daar. Zag ik heb hem in de fik gezet, lekker. Die badass gasten hebben echt te veel levens. Hier, ninja. Hey, doe eens even een balletje met een uitspraak. Oh jee. Holy shit, ik kom bij achter. Jeeeey, loot, hey loot. Loot, ik moet je loot hebben. Simon, dan kan je straks redden. Laten we nog maar even liggen. Hey, laten we maar kruipen, Zal eens even laten zien wat het waard is. Wat voor pistool was het? Het was gewoon een revolver, niks bijzonders. Oh, vet, als je iemand 3-5 krijgt, fuck jou, kut Simon. Dat ging totaal niet. Express. Maar goed, als je dus iemand revive, krijg je 100 experience. Dat is best wel veel. Vandaar dat we opeens zo verschillend waren qua level. Ja, nou, de een gaat vaker dood en de ander revived dus vaker. Ja. Seems cool. Dus overigens is echt een heel vet gebied. Ja. Mee eens. Oeh, jij bent kapot. Maak hem stuk. Flipping Ninja Style! Ja! Oh, wacht, hij is al dood. Ja, dat deed ik, Simon. Niemand geeft hem een flipping ninja stijl. Fuck jou. Ik moet nog ook een keer een 360 kill doen. Ja. Oké, Ruud, ik ga mijn face walken, oké? Ja, is goed. Is goed. Zal ik even revive'en? Eens even kijken hoe ik daarheen kom. Ja, 4 deze komt. Graag gedaan. Dat is Steve. Hé, hier ligt een mooie pistool. Nee, het is best wel zo'n pistool eigenlijk. Flipping ninja. Facewalk! Oh! Dat was mis. Facewalk! Facewalk! Oh shit. Oh mijn god, dat is een balletje. Oh shit, ik ben bijna dood. Levens. Je bent niet echt niet levens nodig heeft, man. Ja, we hebben wel levens nodig. Kut, ik ben dood. Maar dat geeft niet. Ik heb... Hey, je ligt levens. Nee, okay. Ik kan het niet oppakken. Nee, blijf kruip maar even een end weg. Ja, ik leef weer. Ik ga in het hokje weer. Het vakhokje. Ruud, ik hoop dat jij de wapens vindt. Ik vind al wapens. Hé, hey, wat is dat dan weer? Je hebt hier een banditti spinny gun. Doei, mooi dat hij niet voor jou is. Hey. Mag ik ook wat hebben? Heb je dat hele ding leeggeroofd? Ja, wat denk je voordat Simon het die had? Met z'n tweeën gewoon. Ik heb helemaal niks. Nee, ik heb gewoon alles gepakt. Waarom Ruud? Had je wel wat... Je moet niet alles pakken, dingen die je niet nodig hebt, moet je laten liggen, man. Nee, maar alles pakt Simon het en dat gun ik hem niet. Nee, maar Simon pakt ook niet alles meer wat hij nodig heeft, dat hebben we hem al afgeleerd. Simon is een vieze egoïst. Nee, ik dat heb hem afgeleerd. Ruud, nou ben jij de egoïst, nou ben jij degene die alles pakt. Oh jee. En trouwens, geld en munitie delen we wel, hè? Ja, of volgens mij alleen geld eigenlijk. Nee, want ik heb wel eens munitie gepakt, dat... waarvan ik vol ben. En dan gaat dat denk ik naar jullie of zo. En ik heb ook wel eens munitie gehad. Opeens uit het niets. Bam, munitie. Weet je wel? Okay. Lekker. Dat is best nice. Eens even kijken. Ja, dat zal wel goed zijn. Hoewel, ik heb wat shit opgepakt.
Oké, wie gaat Flint pakken en wie pakt zijn minions? Ik moet eigenlijk healen. Ik haal Flint af. Flint? Ja, Flint moet je sniperen, hè? Oh ja, nee, dan ga ik op de mage af. Oh, dan pak ik mijn sniper. Oké, okay, ik pak ook mijn sniper. Ik dacht dat Flint de tijd deed even. Ja, was. Weet toch van die tv-show? Oeh, ik dacht eerst dat het een Transformer was. Weet je dat er echt vet veel references in deze games zijn naar allerlei shit? Ja, ja, klopt. Ik heb er ook eentje gezien naar Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, is er ook. En op een gegeven moment moet je shit gaan verzamelen en dan moet je de gearbox gaan verzamelen en dan moet je naar. Oh, van die gearbox. En dan ja, in een van die references van allerlei dingen. Oké, okay, ik ben mijn vriend aan het pakken hoor. Ik ook. Oh, shoot. Oh shit, ik ben geraakt. Wat voor Stefan? Red jij Simon? Ah, ik kan mezelf wel redden, denk ik. Ja. Jezus, als dit ding geen accuracy had van 0. Simon is gewoon fucking noob. Dus ik zit gewoon met dat richtcursor gewoon op dat ding, maar holy shit, dit wordt hectisch. Tijd om terug te trekken. Het helpt niet echt, ik doe maar 43 damage per keer. Waar? Oh, nou kan ik een keer critical. Jammer dat we geen Axton bij ons hebben. Bam. Ja, nice. Axtons die zijn echt chill, die gooien hun turret en bam, klaar. Ja, dat is echt overkill gewoon. Zal ik even helpen met Flint anders? Doe maar. Kunnen ook gewoon. Heb jij hem elke keer op critical dan? Nee. Waar is een critical punt dan? Zijn hoofd? Ja. Oh, ik snipe hem met mijn pistool. Je snipt hem met je pistool? Ja. Kut, hij gooit ook granaat, hè? Doe. Ja. Ik moet je uitkijken dat hij niet zo'n granaat wordt geraakt. Ik denk niet dat je dat wil. We kunnen toch gewoon ook op hem afrijden? Kijk, ik heb hem in mijn facewalk. Oh, lekker. Oh, lekker. Oh, shit. Hij is alweer uit. Dit was misschien niet strategisch verantwoord. Oké, dan moet je oppassen. Want dan komt er overal vuur vandaan straks. Oh jee, ik zit volgens mij recht op zijn... Oh, shit. Ik kom je redden. Nee! Je ziet me gewoon voor het ding liggen. Oh, ik word geraakt door iets, maar ik red Simon en ik ben weg. Okay. Simon, weg daar. Weg. Ja, dat is een slim idee. Ik gooi wat grenades erachteraan. Oh, fuck. Staat die gast zelf ook in de... Oh, shit. Oh, ik heb second wind en ik ben alweer bijna dood. Ik heb dit al even. Uit de frituurpan. Zo. Ruud, ik kom je redden. Upske. Oh, jullie zijn ook op. Ja, oh, ze zijn bij elkaar. Kut, ik ben dood. Laat me maar gaan. Ik kom wel even helpen. Kom op. Nee. Simon, ga. Oh, laat maar. Nee, je moet het overleven. Anders zijn we maar met z'n tweeën. Nee, ik ben... Ik respawn toch om de hoek. Ja, maar ik heb nog weinig revived. En dan krijg ik XP. Dat is gewoon... Oh, lekker. En ik zit... Oh, ik zat in mijn rage. Oh, dat moeten we zo meteen doen, Stefan. Wat? Jij zet hem in je facewalk en dan zet ik mijn Gunzerker aan. Ja, is goed. Ik weet trouwens niet eens of het facewalk heet, maar de Lilith 1 heet facewalk. Ja, precies. Ja. Oké, ik kan... Oh jee, ik sta in de fik. Ruud, ik ben er... Wacht even, ik ben er nog niet klaar voor. Ik word aangevallen. Nee, ik doe nog niet. Stefan? Ja, ik kom je redden. I require your assistance. Oh, ik weet het. Stefan, ik ben bijna zover. Ja, ik had hem al omdat Simon aan het doodgaan was. Ik moest... Okay. Als je... Ik heb iets van 20 seconden pas respawn, dus even wacht. Ik heb hem zo weer. Oh jee. Ah, ik ben dood. Ruud, ik ben er klaar voor. Wacht, ik er niet. Ik had hem. Oh, kut. Nou, Stefan, ik zei toch dat het niet klaar was? Revive me. Ja, ik kom al aan. Dat blauwe wapen, geef die niet aan Simon! Oh, wat? Nee! Ah! Wacht, je gaat me beter vertellen dat ik dat blauwe wapen heb in mijn inventory, hè? Nee, serieus? Nee, Stefan heeft het gejat. Ja, maar het was toch een goed wapen volgens mij. Oh ja, het is dat standaard poepding van hem. Oh ja, het is een goed wapen. Maar ik ga hem wel verkopen, want hij veel geld waard is. Tenzij iemand graag een pistool wil met een attack power van 21. Ik heb er een van 30, met explosive. Yes. Van ook 31 met explosive volgens mij. Bam. Hey, wie was dat? Aflevering is afsluiten trouwens, even tussendoor. Ja, bijna. Oké, dan. Nu zeg maar. Ja, oké.
Alle enemies clearen. Oh, what the fuck? Hoe kan ik alweer doodgaan? Oh, ik geef 5 alweer hoor. Meer XP voor mij. Yep, yep, jura. Zo niet, hè, arrogante lul. Hey, ik doe je een dienst. Het enige dienst die iemand kan doen? Nee, dat kan jij niet, dat kan alleen mijn vriendin. Oh. Sorry, Ruth. kan dat. Oh shit, hij rolt ook nog eens. Eén gezicht! Hup. Volgens mij is iemand doodgaan. Wie dan? Ik heb geen idee. Oh, Lana is gewoon levend. Ja, goed, Ruth, sluit de aflevering af. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze 5 aflevering. Moet je doorlopen, Ruud? Nee, hoezo? Ik loop niet door. Simon, wacht hier. Wacht. Jullie fucking cheaten. Ga in beeld staan. Ja, zo. Oh ja, is ook zo. Ja, dat was ik vergeten. Inderdaad. En dan je hoofd op en neer bewegen. Van allen. Ja. Tot de volgende keer, doei!